Begin met een klein dier. Kunnen jullie er een beetje aan wennen? Zo. Komt het eerste diertje aan? Iemand idee wat het is? Een hagedis. Ook best mee. Wil je hem even gaaien? Dat is niet zo eng, toch? Hij heeft van die hele korte pootjes, kan hij overigens heel hard op lopen. Maar als hij nou door hoog gras loopt en je ziet die pootjes niet, door zijn gladde uiterlijk, dan zou je zomaar kunnen denken dat het een slang is. Op zich bijten de dieren niet, of je moet er hele rare dingen mee gaan doen dan. Meteen een heel stuk groter. Deze hagedis is een Zuid-Amerikaanse soort. Komt voor in Argentinië, deel van Brazilië. Ze noemen dit de zwart-witte of Argentijnse teju. De pootje steekt zijn kop eruit. Enig idee waarom die kop eruit gooit? Pook eruit, hartstikke goed. Deze hagedis eet andere dingen. Hij is bijvoorbeeld heel gek op heel zoet fruit. Deze teeuw is een beetje een oude man, is het? Hij heeft polio. Ze worden normaal zo'n 14, 15 jaar. En deze die gaat al dik tegen de 20. Hij heeft ook al wat oude mannetjes kwalen. Maar dat doet het op zich nog heel. Hij voelt daar heel lekker, net zoals zijn kleine kraaltjes. Zie je dit? Ja. Kijk wat ik doe. Niet op je mond, toch? Dat is heel goed. Hey, graag plaats. Wel heel laat, hoor. En, is hij dan? Heeft idee welke soort hagedis dit is? Dino. Dino. Vroegere legerbanen die komen voor in een heel groot gedeelte van Zuid- en Midden-Amerika. En ook het Caribisch gebied, Caribische eilanden. Ook komen ze veel voor op onze Nederlandse Antillen. Weet u waar de Nederlandse Antillen zijn? Nee, krijgen jullie dat niet meer op school tegenwoordig? Nou, dat zijn eilanden zoals Curaçao, Aruba, Bonaire. Alleen hebben ze daar vervelende gewoonten om dit dier als delicatesse te zien. De soep. Ze eten namelijk deze regenbaan op. Ze maken er soep van. Op zijn tafeltje daar. Het is jammer dat we niet buiten optreden, want dan kan je ze lekker zonnen. Ja, is hartstikke braaf. Nou, fascinerend. Dankjewel. Bedankt. Heel mooi kleine slang in. Dit zijn volwassen slangen, dus die worden niet groter als dit. Het zijn regenboogboa's. Boa's? Boa's, ja, regenboogboa's. Maar het zijn wel twee verschillende soorten. Nou, dit zijn volwassen slangen, worden dus niet groter als dit. Maar ze gebruiken die spieren wel ook om niet naar beneden te vallen. Dus als ze in een boom hangen, willen ze niet naar beneden vallen. En dan drukken ze zich zeg maar vast aan die boom. Dat doen ze dus ook met die spieren waar ze normaal prooi mee zouden vlurken. Gooi je hand naar zo. Die andere hand naar voren, maak je deze in pak zo. Goed zo. Kijk, uit de vaste slag. Nee, even pak hem los. Hoeveel je maar naar uitsteken alleen? Alleen maar uitsteken. De slag uit zijn boom vast. Heel veel niks goed. Zo. Dat is het goed. Geweldig. Jij blijft er net zo lang staan dat jullie moeten gaan klappen, hoor. Ongeveer net zo groot als die regenboogboa. Ja, maar je moet ze nou doen in koepen, dat is maar schrik.
Net zoals die regenboogvlag. Ze houden zich meteen weer van ons vast. Oh, dat is het. Raak me nou eens weg. Ja. Ben je Nico? Ja. Zwaar het is. Wat gebeurt er als je deze op je nek doet? Ja. Zullen we dat zo eens uitproberen wat er gebeurt? Wie ben jij? En jij wil het toch weten? Nee. En dan kunnen hun zien wat er gebeurt. Ja, doe nou, doe nou eens. Ja. Hier. Ja. Wat is je lijfpijn? Zal ik van mijn naam wijzen? Jullie willen wel? Kom erbij. Kom. Je bent zo sterk. Nou, geef ze even applaus. En lucht hier. Zo. Nou. Zwaar, hè? Een vrouwelijke assistente achter staan en die maakt dan allemaal mooie bewegingen. Ik dacht dat wil ik ook. Dus, nou, het eerste is ja. We hebben het heel vaak gedaan als scorpioen. Jup, jullie reactie ook. Levensgevaarlijk, hartstikke giftig. Dat klopt ook wel, er zijn ook wel hele giftige, zwaar giftige schorpioenen soorten. Ze hebben wel een hele grote staart, een hele grote giftangel, maar dat gif is dus helemaal niet zo sterk. Die angel die gebruiken ze ook eigenlijk alleen maar om de dieren af te schrikken die wel weer een schorpioen zouden lusten. Want op zich pakken ze eigenlijk alleen maar insecten met die grote klauwen aan de voorkant, daar pakken ze insecten mee. Ja, je hebt van een graden een vogelspin. Het is een Mexicaanse krulhaarvogelspin. Hij is lekker actief vandaag, zoals jullie zien. Nou, ik ga proberen om een beetje dichterbij te laten komen. Het is dus een Mexicaanse krulhaarvogelspin. Weet je wat een vogelspin heet? Hij kan het niet. Nee, 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 nee. Hij was je bijna aangevallen. Deze vogelspinnen die noem je ook wel bombardeerspinnen. Stil houden, hè? Ja, maar als hij valt. Nee, niet aanvallen. Als mijn bij, ben ik dan dood? Bijna. Knap gedaan. Dit is een tijgerpython van, denk een stukje over de 3 meter inmiddels. Ze kunnen nog wat groter worden. Maar deze is ook wat bijzonders aan de hand. Het is namelijk een albino. Nu zie je die tegenwoordig in de gevangenschap wel ooit. De reden daarvoor is als zo'n python uit het ei kruipt. Dan is hij maar zo'n 50, 60 centimeter lang, zo'n centimeter dik. Ik weet niet of jullie dat wel eens bij biologie gehad hebben. Maar deze slangen die kunnen echt hele grote prooien eten. Je zou misschien aan die kop niet zeggen. Maar zo'n slang van deze grootte, die kan al makkelijk een klein hertje of een biggetje opeten. En dat komt namelijk omdat ze hun eigen kaken uit elkaar kunnen hangen. En de rest van hun lichaam is alles elastisch. Zoals jullie zien is een beetje dof. En dat komt omdat die tegen de vervelling aan zit. Ja, een heel klein, best wel makke slangensoort. Eigenlijk zelfs in het wild zou je zelfs niet eens wat doen. Ze noemen dit ook wel balpitons. En dat komt omdat als hij zich bedreigd voelt, dan gaat hij zich oprollen als een bal. En schop je helemaal in het midden, zodat hij minder aantrekkelijk lijkt voor eventuele dieren die hem op willen eten. De koningspython. Maar goed. Ja, ik ben er wel. Nou,
Volgens mij doe ik maar één ding op. Dit is een mannetje, hij heet Boris. Ja, dit is dus een volwassen vrouwtjesalligator. Zeker vaak mensen van een alligator kan toch veel groter worden. Dat kan ook, maar dan is het een mannetje. Bij alle krokodillensoorten is het zo dat de mannetjes 1 of zelfs 1,5 keer groter worden als de vrouwtjes. Zo. Nou, ik vertelde jullie al eerder, ze is 36 jaar oud. Ik heb haar zo'n 29 jaar inmiddels. Er wordt er heel vaak gedacht dat er krokodillen, alligators, bloeddorstige monsters zijn die echt kilo's en kilo's vlees per dag eten. Nou, niets is minder waar, want een alligator van deze grootte, die eet zo'n 1,5 kilo vlees of vis in de week. Je ziet al die tanden, er zitten er zo'n 50, 60 in. Ja, dan laten we Diana ook weer terug de box ingaan. Ze doet het meestal uit haarzelf. Ze kent die box. Zo, met Diana. Diana de alligator terug in de box. Is dat ook het einde van mijn presentatie, van mijn show? Ik hoop dat jullie het leuk en interessant hebben gevonden. En ik wens jullie nog een fijne dag. Tot ziens!